20 september 1944 kwam er hier een bommenwerper op de huizen neer, tegenover de kerk. En daarbij kwamen 7 mensen om, 3 geallieerde militairen en 4 burgers. Ook werd er tijdens de herdenking speciaal aandacht besteed aan de 70 slachtoffers. Onder andere wat hun namen waren, was te horen. Ze lezen dus niet alleen maar de namen, ze lezen ook waar de mensen woonden. En dat is natuurlijk voor het publiek wat hier komt. Die mensen wonen allemaal nog in de straten met dezelfde namen. Dus je realiseert je ineens dat je buurman of het huis waar je in jezelf gewoond hebt, dat daar vroeger in 1944, 45 mensen omgekomen zijn. Een groot deel van het programma van de herdenking bestond uit een interview. Hierin interviewde journalist Rob Jaspers, historicus Bart Jansen, kenner van de Nijmeegse oorlogsgeschiedenis en iemand die de oorlog zelf nog heeft meegemaakt. De keuze voor Rob Jaspers als interviewer was ook niet zomaar. Met zijn achtergrond en het feit dat hij veel van de oorlog weet en ermee bezig is, was hij de ideale keuze. Verder hebben de drie heren één ding gemeen. Alle drie willen ze bepaalde boodschappen over de oorlog meegeven aan de mensen. Eigenlijk zou ik nu de mensen de vraag willen stellen: welke droom heb jij nu? En hoe zie je dat over 50 jaar? Kun je die droom waarmaken? Kun je die droom waarmaken in een tijd? Kunnen wij de vrijheid na 80 jaar verlengen met weer 50 jaar, met nog een keer 50 jaar? En dat die vraag probeer ik te stellen aan jongeren. Dat vind ik, dat is toch de nieuwe generatie die eigenlijk moet dragen dat er vrijheid, democratie en vrede blijft. Nou, om mensen aan te zetten om die gebeurtenissen te herdenken. Hè? Dus opnieuw te doordenken en zich te realiseren van wat het betekent om in oorlog te zijn ineens. Hè? Want dat kwam destijds ook heel onverwachts. En een beetje meer begrip te hebben voor wat er in de rest van de wereld gaande is. Nou ja, dat ze weten wat oorlog is. Ik probeer iedereen duidelijk te maken. Probeer toch te voorkomen dat er oorlog komt. Want ik heb aan alle verhalen, meer dan 1000 verhalen, kunnen merken hoe verschrikkelijk de oorlog kan zijn. En dat probeer ik overal over te brengen, om te proberen om oorlog te voorkomen. En als je dan nou hoort in Oekraïne en op andere plaatsen in de wereld, wat voor verschrikkingen dat er plaatsvinden. Ik hoop dat de mensen al eens een heel klein beetje ervan kan doordringen wat oorlog is. En dat we allemaal ons best doen om dat te voorkomen.